Het is een drukte van belang in deze Woerdense jaren 60 woning. Nu nog een vochtig en sterk verouderd huis. Maar na een flinke verbouwing krijgt bewoner Richard er een 100% duurzame woning voor terug. Het ziet er op het ogenblik misschien niet helemaal zo uit zoals het eruit zou moeten zien. Maar ja, dat komt omdat er verschillende werkzaamheden gebeuren op dit moment. Waardoor er toch een behoorlijke woningverbetering op gang zal komen, denk ik. Je ziet dat het nog niet overal helemaal strak en netjes eruit ziet. Hier komt nog een houten vloer overheen. En dat zal ervoor zorgen dat alles er nog strakker en netter uitziet. Want dit wordt een geïsoleerde vloer. En dat zie je niet vaak in een oude woning. Deze nieuwe vloer is volledig luchtdicht. Waardoor de warmte gewoon binnen blijft en niet meer in de vloer verdwijnt. Ook krijgt het huis zonnepanelen, verwarming op elektra en een geïsoleerde voorgevel. Richard heeft straks een hypermoderne woning. Een hele vooruitgang. Ik denk nou toch ook een stukje qua gezondheid. Want alle vocht en schimmel en dat soort werking is ook niet goed voor je. En denk ik ook in kosten, want als je gaat zien dat je stookkosten dan toch enorm teruggaan als het goed geïsoleerd is, dan denk ik dat we daar zeker wat van gaan merken. Toch is het tijdens de verbouwing de komende tijd nog best even afzien. Dus genieten van de verbouwing. Nu nog niet helemaal, maar als het klaar is.